Maar ook wat is het voor idee dat iemand hier letterlijk gewoon het voor je deur ziet liggen en dan denkt van, oh, weet je wat, ik neem het mee naar binnen en ga het uitpakken in de voorkamer. Er stond niks op, wat moest hij dan? Eigenlijk wil je nog steeds niet dat ze weet dat wij het zijn. Ze is online. Hoe heeft dit ooit zo fout kunnen gaan? Er stond niks op, wat moest hij dan? Nu krijg ik wel feeling dat de politie is gebeld. Ja, omdat ik aan het bellen was. Wat nu? Weet ik veel. Elke minuut bij Bompakket bij die het langer duurt, is de kans dat het mislukt groter. Hoi, wat doe jij op Stuk TV Island? Ik ben aan het ontsnappen van jou, dus als je het niet erg vindt, ga ik er even aan zeggen. Wacht me dan. Welkom bij het hele idee waarin het idee was dat wij een bompakket bij Christel gingen bezorgen, maar Leon ondertussen een Stuk TV Island aan het kapotmaken is. Eerlijk, ik heb jou wel even goed geprankt door jouw fiets daar neer te zetten en ik ga er nu vandoor. Welkom bij de timelapse. Hoe snel ik ben. Yo. Ik heb hem ook nog vastgedaan met mijn slot. Ha! Nee! Haal me terug! Oh. Ja. Ik heb hier ook niet de sleutels van mijn fiets. Wat wordt het plan? Oké, één van ons. Da plan. Hoi. Ah, hoi. Ja, ik moet toch omdraaien? Ik hoor die. Wat is het plan? Het plan. Eén van ons gaat zo naar Christel sprinten. Onopvallend, uiteraard. Ja. Dan gaan we het pakketje neerleggen. Uh-huh. Dan gaan we bellen. Ja. En dan moet ze open en dan... Top. Heeft ze jou gezien? Nee. Vertel, wat heeft ze jou gezien? Oké, muts af, alles. Tijd om het video bellen. Ja. Als ze nu niet opneemt, dat zou heel naar zijn. Dat zijn we echt nul. Trouwens, ook tegenwoordig in de vlog film ik 90% jou en sta ik achter de camera. Maar weet je wat dat ook was? Ik, zeg maar, ik kwam op een gegeven moment, zag 9. Toen dacht ik van, is dit nou 8? Want na 9 zat echt direct 8. Ik heb het zelf bepaald. Alleen 8 had dus geen... Een bordje. Ja, dat haat ik ook altijd als krantenbezorger. Ik schrok me dood. Oké. Het ziet er echt eruit hier alsof ik echt een meter van je afsta. Echt een 10 centimeter van je afsta. Maar ik sta echt gewoon ver of zo. Yes, yes. Ik ga je aanbellen. Hopen dat ze opneemt. Ze heeft nu al geweigerd. Oké, jij hebt nu gestuurd, het is dringend dat we je even spreken. Het is überhaupt de meest lugubere serie die ik op heel YouTube gehad heb, Bompakket bij. Omdat letterlijk, je loopt naar iemands deur, je legt daar een cadeau neer. En dan hoop je maar dat iemand open doet en niet dat de ouders van iemand het vinden. Of dat iemand het helemaal geen zin in heeft om voor de camera te verschijnen. Of iets in die richting. Echt, de klos. Ja. Ik heb echt nog geen beweging. Dus ik weet niet... Kijk, er zijn sowieso mensen thuis. Moet ik daar langs lopen en kijken of het pakketje daar nog ligt? Ja, is goed. Het pakketje is gelokaliseerd, dat ligt er nog. Dat weet ik in ieder geval. Dit deel van Bompakket bij is zenuwslopend. Lucas, mijn manager, die reageert altijd binnen een seconde. Met jou was het gewoon dat ik wist van... Jij verwacht het veel te veel als ik het voor je huis leg. Mm-hmm. Dus toen heb ik het in de vorige vlog gewoon aan je een soort van geef of zo. Maar ik wist sowieso, jij bent als mijn creative director ook altijd degene die het snelst reageert. Maar als iemand nu bij Bompakket bij die ik zelf minder goed ken, Leon een stuk beter kent... Gewoon niet zo snel reageert, dan is dat best wel een beetje zenuwslopend. Ja, maar sowieso, Christel is, ze is gewoon een lieve meid. Ze is op zich een goede leerling.
Alleen zij is dus best wel vaak gewoon met huiswerk bezig. Dus vaak als we er bellen, zegt ze ook van, ja, ik ben gewoon even druk. En dat is prima. Maar niet nu. Ja, maar de afgelopen 2 keer of zo heeft ze al niet opgenomen. Elke minuut bij bompakket bij, die het langer duurt, is de kans dat het mislukt groter. Ja. Het idee is, je zegt tegen diegene via de app van, yo, we hebben een cadeautje voor, nee, wacht, wow, doe de deur eens open. Of iets in die richting. Fucking raar eigenlijk. Maar dan doet diegene, doe de deur open. En dan ligt daar een cadeau en zeg je opeens, haha, wij zijn het, haha. Maar heel als hard. Iemand anders open doet, een broertje, een zusje, een vader, een moeder, een grote broer, een grotere zus. Het is super raar als daar een cadeautje ligt. Op de vorige had ik nog Lucas Erder opgeschreven. Dat heb ik nu niet gedaan. Ik had er even de naam van Christel op moeten schrijven. Zodat zij überhaupt wist, het is voor mij. Want dan neem je het wel mee naar binnen. Als voor mijn deur er een cadeau ligt met de naam Harme M erop, neem ik hem mee naar binnen. Ben ik benieuwd wat erin zit. Maar nu er geen naam op staat, zou je bijna denken dat het serieus een bon is. Met ballonpapier. Ja, oké, maar even. Ik zit ook de hele tijd weg te kijken. Want ik hou de hele tijd de deur in de gaten. En of er mensen aankomen. Want ik vind het echt kapot spannend. Ja. Ik hou het echt niet. Ik hoop überhaupt ook dat we, als ze ooit nog open doet, het mogen uitzenden van Christel. Ja, straks wil ze gewoon niet op film. Ja, het lijkt me gewoon niet zo leuk om op film te komen. Ja, zo'n hele vlog naar mij liever niet. Is nu ze online. Is online, ze is online. Ik zal even het gesprek niet filmen van jullie, maar... Als ze nu offline gaat en ze leest het niet, dan hou ik het echt niet meer. Dan kun je hem echt op. Ga anders even laag of zo. Ja, ik weet niet, dit is overdreven eigenlijk. Er wordt opnieuw gebeld. Alsjeblieft, neem op. Christel, er is een aardbeving. Mission failed. Iemand anders is daar bij die deur. Iemand anders is daar bij die deur naar binnen gegaan. Wat moeten we nu doen? Gaan we? Weet ik veel. Wat de f*** gaan we doen? Gaan we weg? Kom, we gaan. Ja, maar wat doe je anders? Als er zo'n pakketje voor je deur ziet, dan denk je toch niet, neem ik mee. Wat de f***. Dit is de slechtste aflevering van Bompakket bij ooit. Oké, we leggen het nu even rustig uit. Iemand anders is gewoon naar die deur gelopen. Leon zei opeens, dat is iemand anders. Hij loopt richting die deur. Dus wij zitten te kijken. En wat denk je? Het was echt iemand anders. Die loopt naar die deur. Waarschijnlijk heeft hij dat pakketje opgepakt. Maar ja, het was op zich een best raar pakketje. Want wij hadden er letterlijk gewoon een soort leuk pakketje met ballonpapier en zo. Maar daarop hadden we een chocoladereep met hey, leuk meisje of zoiets. Maar het is een beetje heel raar als dat er ligt en ook best wel eng. Dus we zitten niet te twijfelen wat te doen. Eigenlijk wil je nog steeds niet dat ze weet dat wij het zijn. Dus ik zou gewoon zeggen, muts op, loop er langs, kijk of dat pakketje er nog ligt. Wie weet zegt hij er gewoon niks over, lijkt me fucking strange. Maar misschien wel, dus loop er langs. Alsjeblieft, doe je het? Ja. Top. Ik zal wel even zeggen dat ik het echt kapot eng vind. Ik vind het ook eng. Want nu krijg ik wel feeling dat de politie is gebeld. Ik weet niet waarom ik dat nu pas heb, maar... Ja, we kunnen ook gewoon... Ja, dan ze doen dat pakketje open waarschijnlijk. Zien ze dat er chocola in zit. Ja, wat dan? Dan gaat Christel... Als Christel dan mijn appje ziet, dan weet ze sowieso dat wij het zijn. Ja, precies. Maar als ze jouw appje niet ziet, dan bellen ze de politie. Precies. Oké, ga, nu. En? Ligt het niet meer. Kut. Het is weg. Kut. Wat nu? Weet ik veel. Hoe weten mensen... Oké, er staat iets van lekker leuk meisje op of lekker ding of lekker zoiets. Ding, ja. Dus ze snappen dat het voor een meisje is. Of zeg je dat ook tegen een jongen? Ze heeft volgens mij alleen maar zusjes. Dus het kan voor iedereen zijn. Oh. Hoe heeft dit ooit zo fout kunnen gaan? Ouwe, zij reageert mokerlang niet. En dan komt er iemand anders. Waarvan we niet weten wie het is. Nee. Volgende keer, als we bompakket bij doen. Eerst iemand appen. Even vragen, hey, hoe gaat het? Dan een bompakket neerleggen. En dan zeggen, er ligt iets voor je deur. Dan weet je al dat diegene gereageerd heeft, snap je? Dat is waar. Laten we... Nou, dat houden we in ons achterhoofd. Want dit is heel kut. Oh. Ja, maar jullie begrijpen waarschijnlijk niet, maar wij zijn al meer dan 2 uur lang bezig met het hele maken van het cadeautje, het opzoeken waar ze woont en zo. En als het op dit punt fout gaat, dat is het allerjammerst. Wat is er? Ik ben wel bezig. Kan je... Ja, nu wel! Oké. Plan B. Oké.
Ja, zorg even. Oké, maar ik er niet op. Ik er nog niet op. Hoi. Hoe is die? Goed, ja, mooi. En... oh, dat is goed. Oké, dit is het slechtste plan. Hoi. Hoi, welkom bij de vierde aflevering van Bompakket bij. Serieus? Ja, misschien. Wat anders? Zijn jullie helemaal hier naartoe gekomen? Ja. Het is wel echt een eindfiets inderdaad. Ja, leuk hè? Wie was degene die dat erop pakte? Ik ben echt drie keer... Iemand kwam hier voor de deur. Die kwam opeens hier binnenlopen. Die nam me mee. Toen ging de deur dicht. Nou, ik ben drie keer als een of andere terrorist. We staan al meer dan anderhalf uur voor je huis. We hebben je niet even gebeld. We hebben je drie keer gebeld. Oh ja, tuurlijk. Ja, maar... Waarom klikt hij ons weg? En jij kwam ik was aan het bellen met iemand anders. What the fuck? Wij hebben helemaal de moeite genomen om voor je deur te gaan staan. Jij kwam nog online en toen dacht ik yes. En op een gegeven moment, we zagen iemand naar binnen gaan en ik liep nog een keer langs. Was het pakketje weg toen dan. Ja, toen hebben we nog helemaal Sarah zitten appen en ongeveer iedereen die je kent. Zo van, heb je een deur van Sarah? Huh? Nee, we hebben even via Instagram. Oh, ik dacht wel. Hebben jullie het al uitgepakt? Jullie hebben het ook al gewoon uitgepakt. Ik heb een keer gezien, maar ik zag daar ook van die luiken, zeg maar. Oh, ja. Ja, dus hebben we van Sarah ook gewoon het adres gekregen. Serieus? Ja, van wie anders? Nee, ja. 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 Ik wist niet waar je woonde. Maar nu wel. Oh, maar ook wat is dat voor idee dat iemand hier letterlijk gewoon het voor je deur ziet liggen. En dan denkt van, oh, weet je wat, ik neem hem mee naar binnen en ga het uitpakken in de voorkamer. Ja, er stond niks op, wat moest hij nou? Ja, dat zet je toch even neer voordat je het hele huis erbij geroepen hebt. Dus er was één chocoladereep. Maar mijn zusje kwam ook boven. Ja, nee, er is chocola. Ja, er lag opeens chocola voor de deur. Er stond letterlijk Leon's chocoladereep met... Oh. Met heel lekker ding. We hebben dus een serie op YouTube waarin we bij vrienden van ons een hele doos vol chocola langs brengen. Maar dus het idee was, wij leggen het voor de deur neer, wij bellen jou en dan zeggen we, hey, kom eens naar beneden. En dan zeg je, oh nee, je staat toch niet voor mijn deur, hè? En dan staan wij voor je deur met dat en dan ligt dat er en staan wij daar zo achter en dat soort dingen. Ja, ik was aan het bellen. Dus met wie? Het irritante is, zeg maar, het, bij het plan zit ook ingegeven dat die persoon de appjes leest. Alleen dat was helaas niet het geval. Ja, maar ik lees nooit mijn appje. Ja, dat hebben we ondertussen wel een beetje door, ja. Vertel mij wat! In de afgelopen drie vlogs die wij met z'n tweeën hebben opgenomen, hebben we jou gebeld en heb je niet beantwoord. Ja, ik neem nooit op. Ja, dus de regel is, de volgende keer als wij jou bellen, neem je binnen één minuut op. Oké, maar dan is de regel ook dat als jullie bellen, dat je dan niet zomaar voor de deur staat. Nee, dat mag wel. Nee, ik bedoel, zeg maar... Wat? Is dan... zeg maar, dat als ook ik afspreken huiswerk maak, dan moet het af. En dan ja, stuur dan even je hele weekplanning naar ons door, zodat we kunnen kijken waar jij nog een gaatje hebt, zodat wij dan langs kunnen komen. En sowieso, als je dan mijn appjes leest, beantwoord hem dan ook, hoe gaat het, je huiswerk. En ook gewoon, jij was bezig met huiswerk of met bellen met anderen of zo, maar dan ook gewoon van, de eerste keer dat wij jou belden, klikt hij ook gewoon binnen een seconde het weg. Ja, omdat ik aan het bellen was, dus het was opeens zo, En daarna wacht je. Ja, maar dan stuur je toch even iets van een berichtje van, ja hoi, ik heb het even druk. En toen stuurde nog helemaal een berichtje van, oh het is echt dringend, en alsjeblieft neem op, en dat was het hele idee. Ja. Sorry. Dat maar je hebt nu wel chocola. Denk jij dat Christel en ik nu officieel vrienden zijn? Waren jullie al. Maar nu nog betere vrienden. Nou, het leuke is, dit komt helemaal aan het eind van de vlog. Dus eigenlijk moeten we Christel wel even verplichten om de hele vlog te kijken. Dus als je dit nog ziet, laat even achter in de reacties of we vrienden zijn nu. Ja. Oké. Ik vind het wel heel jammer dat we zeg maar zoiets kort zeg maar met Christel hebben gedaan. Het is wel echt fucking lange tijd bezig geweest. Nee, maar dat is altijd het idee van Bompakket bij. Want je filmt gewoon drie volle minuten. En in stukken met jou dan knip je nog een beetje. Of dan zet je bijvoorbeeld twee vlogs tussen elkaar door. Maar zo'n volle drie minuten in Bompakket bij, die doe je er gewoon volop. Oké, we gaan gewoon lopen. Die doe je er gewoon volop in.
En daarom is dat altijd kort. Ja. Wacht, nee. Oké, okay, leg je pan nog eens uit. Oké, ik stuur Christel nu een appje met... Hey, volgens mij heb ik mijn telefoon... Even hard praten. Hey, volgens mij heb ik mijn telefoon bij jou laten liggen. Zou je even kunnen kijken? Terwijl we zijn daar niet eens binnen geweest. Dus er is nul mogelijkheid. Met mijn telefoon. Hey. Ja, daarom. Dus dat is het hele idee. Oké, okay, we vertellen zo wel wat ze gereageerd heeft. Ja, tuurlijk. Volgens mij op de bank in de kelder. Ja, man. Maar misschien staat ze in de achtertuin. Ik heb hem al. Waarom sta je buiten? Omdat... Ja, ik dacht even dat ik mijn telefoon had laten liggen. Dus ik dacht, ik stuur je even een appje met mijn telefoon. Ja, laat ik niet door. Ga ik het oprecht niet hoor. Ik ben niet binnen geweest. En ik app met mijn telefoon. En ik heb mijn telefoon laten liggen. Je bent nu al wel de beste. Ik denk dat je nu al de seizoensfavoriet bent. Gewoon zeg maar uit deze video is gewoon letterlijk dit het favoriete fragment. Terwijl de video om het bompakket gaat en dit er buiten is. Dan. Ja, ja, ja. Ja, graag. Gewoon één frietsaus. Dat was hem voor jullie. Ja, dat was hem. 3 cheeseburgers, medium friet met frietsaus, bananenmilkshake. Ja. Klopt. Voor de stagnummer 15, de stagnummer 16, mag ik doorrijden? Ja. Dank u wel.